Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur. We Safety, veiligheid doen we samen. En Fit 20, fit in 20 minuten per week. Trotse supporters van SC Cambuur. Henk de Jong, jong PSV. Een jong ploeg, altijd lastig zeggen we dan. Nou, precies, dat weten we allemaal. Hè. Het is altijd lastig, ik weet niet waar ze mee komen, hoe ze doen morgen. Ik zou het niet weten, maar en heb een vrij moeilijk bespeelbaar systeem. Maar we proberen ons eigen ding te doen en dan gaan we van het beste uit. Bij Cambuur veel afwezigen, vertel je net. Ja, we missen een man of 7, 8. Maar we hebben nog steeds een goede ploeg. Dus we kunnen nog steeds goed voor de dag komen. We kunnen het goed bespelen, denken we. En het idee wat we hebben, nou, dat moet ze uitbetalen. Maar het is wel elke week eventjes wat puzzelen. Maar het komt ook door de wedstrijden kort op elkaar. Dan krijg je steeds wat tikjes. Hè? En vorige week de wedstrijd, de RKC heeft het allemaal ingehakt. Dus klaar. Ik heb wel wat idee. Ja, je hebt nog 2 maanden, anderhalve maand tot de winterstop. Die is straks ook wel lekker. Ja, maar ben ik er niet mee bezig, jongen. Wij spelen van wedstrijd tot wedstrijd. Het gaat heel snel. Hè? We spelen ook een beetje van de Europese weken. Hè? Met dan weer dan voetbal, dan weer zaterdag, dan weer dinsdag, dan weer maandag. Het is zo wisselend. En dan weer de beker ertussendoor. Dus ik doe echt van wedstrijd tot wedstrijd. Dan gaan we weer in het busje zitten, wat ik altijd zeg. En dan gaan we mooi weer naar huis. En dan komt de volgende alweer. Hè? Dan moet je even uitlopen. En dan nog een dagje vrij misschien. En dan begint alweer de voorbereiding op de volgende. En dan is straks wel lekker, maar ik ben er nog lang niet aan toe. Nou, misschien één positieve noot is de laatste wedstrijd dit jaar in Brabant. Ja, mooi. Dan gaan we daar. Excelsior toch? Ja, maar in Brabant. Oh ja, dit is de laatste wedstrijd in Brabant. Ja, dat hebben we op dit moment wel gezien. Overdag is het wel leuk, 's nachts is er niks aan. Maar. Dat geldt voor jullie zelf ook. We zijn een eind weg geweest de laatste week. Hè? Mooie kilometers. Ja, voor de kilometervergoeding is van aardig. Ja, nou dan naar de opstelling. Zijn er nog gekke dingen, verrassingen of is het allemaal even afwachten? Nee, er staat wel een vrij normaal team. We missen wat jongens, maar wat ik net al zei, we kunnen het wel opvangen in een goede opstelling maken. En we hebben ook een hele goede bank nog steeds. Hè? Met 2, 3 jongens van onszelf en de rest jonge jongens. Dat ziet er wel goed uit. Ja, want ik zie hier net allemaal jonge kinderen binnenkomen. Ik denk, Henk de Jong moet ook niet overdrijven met het doorselecteren van de jeugd natuurlijk. Nee, die denken ook dat ze allemaal een kans hebben naar vorige week. Maar het is wel mooi dat Jontli daar net alweer bij staat. Hè? De jeugdtrainers erbij. Ja, je moet het straks even in beeld brengen. Mooi, de jeugd heeft de toekomst bij Cambuur. Daar zijn we echt mee bezig. Daar willen we ook echt naartoe. Hè? In de komende jaren. Dat is al een jaar of 4 terug ingezet. De trainers, toenmalige trainers, ook fantastisch werk geleverd. En dat zie je nu uitbetalen. En dat is... Ja, dat vind ik ook leuk. En dan is het echt ook weer gewoon jonge jongens op de bank? Ja, natuurlijk. Die gaan gewoon weer mee. En dat zou misschien niet zo gek zijn als van de week. En toen was het echt noodzaak. Maar als het niet hoeft, dan kan je soms ook eens laten staan. Hè? Want dat is ook voor de vastigheid beter. Maar als het moet, dan gaan ze er weer op. En de koppositie weer terugpakken? Ik hoop het. Daar gaan we voor. Proberen we. En die andere ploegen doen het ook goed. Hè? Almere doet het goed. Graafschap wint weer in de laatste kwartier. En wij moeten zorgen dat we er goed bij blijven.